Ja, ik sta hier nog steeds in Veel met burgemeester Jos Wiene. Burgemeester Wiene, u heeft zo net uw stem uitgebracht. Mag ik weten op wie u heeft gestemd? Ik heb met heel veel plezier gestemd op de lijsttrekker van het CDA. Dat is niet heel verrassend natuurlijk. Heeft u nog ergens getwijfeld gedurende de campagne? Nee, geen moment. Ik zei al met heel veel plezier, want ik denk dat waar hij voor staat, dat mij heel erg aanspreekt. Dus dat is niet moeilijk. Nee, nu wordt er natuurlijk veel gesproken over bijvoorbeeld ook een nieuwe bestuurscultuur, hè, in de Tweede Kamer, in het kabinet. Gaat uw stem daar een verandering in brengen, denkt u? Nee, ik denk eerlijk gezegd dat eigen is aan verkiezingen. Dat veel partijen zeggen, wij gaan het allemaal heel anders doen. Je zou bijna zeggen dat is standaard. En in de praktijk valt het dan meestal een beetje tegen. Ik denk wel dat er een aantal dingen veranderen. Alleen al het feit dat Rutte nu niet meer meedoet. Dat de VVD niet meer afgetekend de grootste zal zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het plaatje er uiteindelijk na de verkiezingen uitziet. En ik denk iedereen. Is het een spannende dag vandaag? Nou, ik vind altijd, een verkiezingsdag is altijd een spannende dag. Het is een hoogtepunt van democratie. Wij leven in een vrij land waarin de burgers uiteindelijk kiezen wie hen vertegenwoordigt en waar de hoogste macht aan wordt toevertrouwd. En dat vind ik een ontzettend fijn gevoel. En daarin is de verkiezingsdag is natuurlijk een hoogtepunt. Dus dat is één. En in de tweede plaats, het is nu zeker ook spannend, omdat er inderdaad, ja, een aantal dingen niet helemaal duidelijk zijn. En dan denk je van, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. We weten via peilingen al redelijk in welke richting dat gaat. Maar hoe het dan precies wordt, ja, dat blijft spannend tot het laatste moment. Dat is natuurlijk afwachten. Ja. En zijn er nou nog lokale issues waarvan u denkt van, nou, daar zou het volgende kabinet nou echt aandacht aan moeten besteden? Daar kan ik die hulp heel goed bij gebruiken. Ja, ik denk in de eerste plaats, gemeenten hebben een enorm grote taak als het gaat om de uitvoering van allerlei wetten en regels. Maar krijgen daarvoor eigenlijk standaard wat te weinig geld. En dat is ontzettend jammer. Want ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk, we hebben de taak op het gebied van jeugdhulp. Maar er zijn meer beleidsterreinen waar je als gemeente echt een hele belangrijke taak hebt. Bijvoorbeeld woning, bouw. Het kabinet zegt dat en de Kamer en al die partijen zeggen ze een van de allerbelangrijkste opgaven. Maar gemeenten zitten gewoon eigenlijk met te weinig middelen om dat goed te doen. Dus ik hoop dat een nieuw kabinet daar in ieder geval rekening mee houdt. Nou ja, dan toch spannend. Laatste vraag. Hoe ziet een dag als deze voor de burgemeester van de hoofdstad van Nederland eigenlijk uit? Nou, het is toch. Of hoofdstad van Noord-Holland bedoel ik natuurlijk. En wel de mooiste stad van Nederland. Dat bedoel ik. Ja, precies. Nou, het is eigenlijk een redelijk ontspannen dag. Ik ga naar een aantal stembureaus. Gewoon even kijken. Even vragen hoe het allemaal gaat. Ik krijg, als er incidenten zijn, krijg ik het direct te horen. En daar moet je dan eventueel op reageren. En ja, daarna ben ik net als iedereen heel erg nieuwsgierig van wat gaat eruit komen. Dus dat volg je. En bij mij zit er natuurlijk ook toch wel nieuwsgierigheid bij van hoe is het in Haarlem eigenlijk precies gegaan. Dus wat is de uitslag in Haarlem? En daar hoor ik, zodra er iets over te zeggen is, hoor ik dat. Nou, en ik begrijp, u wordt opgeroepen bij incidenten. U staat hier, dus ik vermoed eigenlijk dat er nog niet zo gek veel aan de hand is. Nee, dat klopt. Het is allemaal heel goed voorbereid. Het wordt goed georganiseerd. Dus ik ga er ook vanuit dat dat niet nodig is. En als het wel nodig is, dan zijn we er klaar voor. Ik wens u een hele fijne dag. Bedankt. Ja, oké. Okay. Ja, burgemeester Wiene, u hoort het al. Het is niet een hele drukke dag per se, maar zijn er incidenten, dan is de burgemeester paraat. We hebben ook gehoord dat hij heeft gestemd en ook op wie. Niet heel verrassend natuurlijk. Nou ja, achter mij, je kunt het misschien zien, Bob, en iedereen die thuis meekijkt. Maar het loopt hier gestaag door in de Philharmonie, in Phil.